twee, één. Vijftig jaar geleden, in 1973, kwam het winkelcentrum hier in de wijk. En na 50 jaar wordt het wel eens tijd voor een opknapbeurt. En dus is er de afgelopen jaren hard gewerkt aan het nieuwe winkelcentrum Sterrenburg, dat vrijdagmorgen werd geopend. Ja, de bezoekers die hier binnenkomen, die allereerst natuurlijk op een heel ruim parkeerdek, want de meeste mensen komen toch met de auto, waar ze hun auto heel makkelijk kwijt kunnen. Ruime parkeerplekken, oplaadpunten voor elektrische of hybride auto's, invalide parkeerplaatsen uiteraard. En als ze dan beneden de roltrappen afkomen of via op het maaiveldniveau, zoals dat heet, binnenkomen, ja, dan word je, dat krijgen we ook echt terug van mensen die hier voor het eerst komen, word je overweldigd door hoe het eruit ziet. Ja, het is nu echt wel weer echt van deze tijd als je ziet hoe het in elkaar is gezet. Het is niet alleen maar een supermarkt, je hebt allerlei andere winkels, je kan hier verblijven. Ja, ik denk echt wel dat ze een mooie stap hebben gemaakt van hoe je anno 2023, 50 jaar later weer echt een levendig winkelcentrum midden in de wijk Sterrenburg hebt gerealiseerd. U heeft net uw boodschapjes weer gedaan? Ja, tuurlijk. Ik doe altijd boodschappen hier. Ja. Ja, komt u al lang hier? Ja, jaren. Jaren. Zeker al 25 jaar. Ja. Gezellig hoor. Ja. Ja. En wat als u nou binnenkomt hier in het nieuwe winkelcentrum, wat valt u dan als eerste op? Ja, dat soms aardig druk is, hè. En wat valt nou als eerste op als u binnenkomt, het nieuwe? Meer ruimte. Ja? Ja. Anders waren die winkels vooruit en weer een eindje terug. Nou is het alles op één rij. Dus u bent wel tevreden? Overzichtelijker, ja. Ja, ik ben er wel blij mee. Heel goed. Valt u nou als eerste op als u hier zo binnenkomt? De ruimte. De ruimte. Ja? Ja, goed. Ja. En de kijk op de winkels. Verbeterd. Ja. Veel, ja, dat is allemaal verbeterd, ja. Goedemorgen meneer, wat vindt u van het nieuwe winkelcentrum? Een tegenvallertje. Tegenvallertje? Hoezo? Tegenvallertje. Ja, wij hadden daar iets meer van gerekend, want het neemt de slager nou. Dat is eigenlijk een kleine Jumbo geworden. Ja. En dat vind ik dus zulke dingen, omdat ik het van vroeger weet, van meer dan 50 jaar geleden, hoe het hier was. En dan was het sfeervoller. Zo is er een hoop veranderd in het nieuwe winkelcentrum. De Jumbo is uitgebreid en heeft een nieuwe locatie. En ook de Lidl is een stuk groter en zit op een ander plekje. Je kunt tegenwoordig ook je bankzaken regelen. Of gewoon, in plaats van alleen maar winkelen, even rustig zitten. Het was natuurlijk van in het verleden, ik heb een winkel op een plek. Ik open de deur en de klant komt. Want ze hebben weinig keus, om het zo maar even te zeggen. En dat is eigenlijk wat ik net ook bedoelde. Je moet tegenwoordig veel meer bieden en beleving bieden. En creativiteit. Om die klant te trekken en te binden in het winkelcentrum. Dus ja, anders. En dat is hier naar mijn mening bijzonder goed gelukt. Tot slot nog even, kunnen we dit concept mogelijk in andere winkelcentra in Dordrecht verwachten? Nou, als gemeente stimuleren wij dit wel. Wij geloven ook echt wel dat deze voorziening in een wijk waardevol is om ook in de wijk inderdaad toch ook meer de sociale kant wat te versterken. Dus als er winkelcentra zijn die zeggen wij willen en we gaan in gesprek, dan zullen wij ook zeker dit concept naar voren brengen. Omdat wij echt wel geloven dat dit voor nu en voor de komende jaren echt wel is wat de wijk enorm kan gebruiken.